En het telecommunicatiebedrijf uh, Suriname Telesuur heeft een goed jaar achter de rug. Volgens directeur Mike Antonius was het jaar goed omdat er invulling is gegeven aan de voornemens. Het Telesuur Nationaal Breedbandproject, de NBP, is er volgens hem één van. Antonius benadrukt dat dit project heel belangrijk is omdat het een immens project is waarbij glasvezel in bijkans de gehele kustvlakte is uitgerold. Uh, redelijk uh, deel naar het zuiden toe um, en dat wil je natuurlijk dat elk het hele budget of het budget dat ervoor beschikbaar is dat het ook goed besteed wordt dat we binnen het budget blijven en dat wij in ieder geval binnen de tijd van het project blijven. En dit project heeft als doel hogere internetsnelheden. Is dat bereikt? Want toch horen we soms nog mensen klagen. Ja, het is uh, deels bereikt. We hebben de eerste fase af van fiber tot de kasten, de vele kasten die men langs de wegen ziet tegenwoordig. Uh, daar hebben wij um, een aantal klanten reeds verhoogde um, internetsnelheden kunnen leveren. Er zijn nog een aantal dat men uit uh, onze aandacht heeft, omdat wij die klanten speciaal uh, nogmaals uh, service moeten verleveren, speciale service moeten leveren omdat misschien in de binnenshuisinstallatie of met de modem dat er een ander profiel op moet zijn. Dus dat uh, wordt dan ook nu opgepakt. Maar overigens als het gaat om de doelen die we gesteld hebben met dit project zijn we goed op schema. Omdat we ook het safe city deel af hebben en we werken er voorvarend naar uh, toe naar de eindfase. Ten aanzien van dat safe city, uh, wat is Expliciet de rol van Telesur daarbij? Telesur heeft het gefaciliteerd. Het is onderdeel van het Telesur Nationaal Breedbandproject. 29 december jongsleden hebben we dat opgeleverd en overgedragen naar de autoriteiten die daarover gaan. Telesur heeft daar rol gespeeld? Ja. Dat we hebben onze rol daarin gespeeld en dat heeft dus veel te maken met zeg maar, de uh, videosurveillance camera's die er geplaatst zijn. 300 op 100 locaties in het land. Hele strategische locaties die in ieder geval uh, um, zeg maar, de waar de politie niet altijd kan zijn, dat de politie toch ogen heeft. Antonio geeft verder aan dat de klanten die nu over hogere internetsnelheden beschikken niet meer hoeven te betalen voor deze dienst. Het bedrijf zal namelijk met nieuwe pro proposities of aanbiedingen komen waar de klant ook gebruik van zal kunnen maken. Maar heeft Tillesuur het jaar met winst afgesloten? We hebben onze zeg maar, uh, 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 financiële uh, afronding voor 2018 nog niet. Het ziet er wel goed uit, maar ik kan natuurlijk even wachten op zeg maar, de uiteindelijke resultaten. En nu, 2019 is aangevangen, waarop zal Telezuur de focus leggen? Nou, we hebben nog even de focus op het Telezuur Nationaal Breedbandproject, maar dat is infrastructuur aanleggen. Het, waarom ik zeg dat we nog even de focus hebben, omdat we rond medio van het jaar er wel klaar mee willen zijn. Maar waar we meer focus op kunnen le zullen leggen, is customer service. Want infrastructuur aanleggen is één, maar daarmee heb je nog geen service geleverd. Dus wij gaan meer aspect, uh, aandacht schenken aan customer service. Een, een verbeteringstraject vanaf klantcontact tot aan uiteindelijke servicelevering. En indien het nodig is, bij service recovery. En uh, Vorig jaar denk ik heeft TeleSUR tarief aangepast. Komt er ook nog een tariefsaanpassing of zegt TeleSUR nee, ik ben al op de level wat ik wil. Kijk, we hebben voor de services die we leveren nu hebben wij geen reden om tarieven aan te passen. Waar wel het geval is, er komen andere proposities. Want met het TeleSUR Nationaal Breedbandproject zijn er meer mogelijkheden. En wanneer die proposities er zijn, dan mag de klant ook daaruit kiezen. En u was vandaag aanwezig bij Oppo Yari, bij ATV. Uh, Hoe staat het met ATV binnen telezuur? ATV gaat een steeds belangrijkere rol spelen binnen Telezuur. Om vanwege het feit dat ook wanneer ATV draagt een heleboel bij als het gaat om, zeg maar, Surinaamse content. En Surinaamse content is uniek, het wordt niet door velen gemaakt. Wij hebben er een hele belangrijke rol in uh, vervuld in de afgelopen jaren. We hebben een heleboel content van Suriname en waar Surinamers zijn. En wat we met name aan het doen zijn, is we presenteren de Surinamer op een waardige wijze vanuit het nieuws, maar ook. Vanuit sport en andere domeinen. Alles uh, telecide-directeur Mike Antonius. Hij was vandaag aanwezig bij een Oppoyadi-bijeenkomst van ATV. Antonius, Antonius heeft als wens voor de samenleving dat de klanten die in 2018 bediend zijn, ook in 2019 gebruik maken van de services van het telecombedrijf.